Hoi allemaal, welkom bij Club Easy Active. Mijn naam is Nino en ik heb vandaag wat plankvariaties voor jullie. De plankvariaties ga ik zo meteen uitleggen, stuk voor stuk. We gaan 30 seconden de oefening doen. En gedurende die 30 seconden neem ik je eigenlijk mee door de verschillende variaties heen. Tussen de rust, daarna krijgen we rust, leg ik de volgende uit en gaan we meteen door. Super, je mag deze uiteindelijk zelf bepalen in je workouts toevoegen, in de andere filmpjes die we gedaan hebben bijvoegen. Je bent daar zelf helemaal vrij in. Ik ga zo de timer starten, gaan wij meteen starten met de basishoffer. Goed, timer start. Ellebogen zijn onder je schouders. We gaan op de knieën, navel goed intrekken, zo span je je buikspieren aan. En blijf schuin voor je op de grond kijken. Heel erg belangrijk. Nou, gedurende deze oefening is het belangrijk om je heupen stil te houden, om je ellebogen uit elkaar te zetten, je armen niet te dicht naar elkaar toe, maar gewoon recht vooruit te houden. Perfect. Nou, dan gaan we hem zo meteen natuurlijk opbouwen. Beginnen met de basisoefeningen en vanuit daar gaan we een stukje verder. Er zijn nog 5 seconden. Hou nog eventjes vol. Bij de volgende gaan we het al een stukje moeilijker maken. Goed. Tijd is om. Kom rustig aan even omhoog. Schud eventjes uit. Beginnen met de hoffer vanaf de tenen. Belangrijk is dat je weer gaat staan. Ellebogen onder je schouders, druk je tenen goed de grond in, hakken naar achter, buikspieren aangespannen. Probeer je heupen niet te hoog te doen, maar recht te blijven houden. Nou, keurig. Merk je dat dit te zwaar wordt, ga je gewoon weer terug naar de knieën, voer je hem op deze manier uit. Op die manier kun je zelf bepalen wat je zou willen. Nou, wij blijven hem rustig volhouden, schuin voor je op de grond. Goed je ademhaling in de gaten houden, hè. Wordt een beetje zwaar ondertussen. 5, 4... 3, daar is de timer. Helemaal goed, perfect. Mooi, dan hebben we 2 variaties. We gaan beginnen met een knee drop. We beginnen de plank vanaf je tenen. Let goed op en je laat je knieën 1 voor 1 naar de grond. 1 voor 1. Nou, je zult merken dat het wat lastiger is. Probeer je heupen stil te houden. Navel goed in te trekken. En stel dat je zegt, nou, dat vind ik toch iets te pittig. Hebben we een variant op de knieën? Breng je gewoon steeds je knie van de grond af. Nou, je mag zelf bepalen. Elke keuze is aan jou. 1 voor 1 de knieën van de grond of 1 voor 1 de knieën naar de grond. Helemaal goed, super. Nog 2, hou vol. Mooi. Even rust. Volgende oefening is de hover, alleen opbouwend. Voor de mensen die last hebben van de schouders, pas goed op. Voer hem rustig uit. Wij gaan ondertussen weer staan. Vanaf de tenen bouw je hem op. En rustig naar beneden. Heel belangrijk, blijf stabiel. Kijk goed voor je. Is het te zwaar? Vanaf de knieën. Op die manier kun je dus bepalen wat het makkelijkste voor jou is. Heel goed. Blijf hem volhouden. Oh. Goed je handen onder je schouders. En lukt het niet meer, dan terug naar de knieën. Oké, rust. Schud even uit. Komt de volgende aan. Ook weer 2 variaties. Ellebogen weer onder je schouders. We beginnen op de tenen. Stap uit met je voet. Terug de andere kant op. Andere been. Precies hetzelfde. Op die manier. Sidestep. Keurig. Op je tenen. Geen probleem. Knieën. Zelfde verhaal. Jij mag bepalen. Wow. Je zult merken als je heel lange plank achter elkaar uitvoert. Word je wat korter. Heel goed. Vanaf de tenen. Hou vol. Sidestep. En sidestep. Keurig. Heel goed. Even rust. Poeh. Laatste oefening. Beweging vanuit de tenen. Je gaat zo meteen vooruit. En je komt weer terug. Let goed op. Lijkt een beetje alsof je zweeft. Begin op de tenen. Breng jezelf naar voren. En weer rustig terug. Naar voren. En weer rustig terug. Knieën. Hetzelfde geval. Gaat het er ietsjes anders uitzien. Wilt je heupen ietsjes omhoog brengen. En anders vanuit de teen. Keurig. Hou vol. Hou vol. Buikspieren aan blijven spannen. Anders weer terug naar de knieën. Geen probleem. En je rust. Mooi. Even de rust. Let goed op. We gaan nu een stukje verder. We gaan naar een hoge plank. Dat betekent dat we de handen onder de schouders zetten. Navel goed in blijven trekken en vanuit daar weer variaties gaan uitvoeren. De eerste zet ik de timer weer aan.
Handen onder je schouder. Voeten naar achter. En vast blijven houden. Nou, blijf staan. Heel belangrijk. Ook hier geldt weer. Navel goed ingetrokken houden. Gaat het niet meer, terug naar de knieën. Andere optie. Helemaal goed. Nou, blijf rechtop staan. Span buikspieren aan. Let goed op je ademhaling nogmaals. Gaan we een beetje trillen. Doe het vaak achter elkaar. Nog 8. Hou vol. Nog 5. Hou vol. 2. 1. Rust uit. Poeh. Volgende variatie. Shoulder touch. Tikken we zometeen 1 voor 1. Schouders aan. Zijwaarts. Let goed op. Komt hij aan. Je gaat staan. Handen weer onder je schouders. Tik aan. Tik aan. Keurig. Hou vol. Nou, ook hier geldt weer dezelfde variant. Terug naar de knieën. Op die manier kunnen we wat makkelijker volhouden. Dus wat jij wil. Jouw focus. Geen probleem. Let goed op de tenen. Druk je handen goed de grond in. Wij gaan rustig door. Hoppatee. Nog 4, 3, 2, 1. En rust. Nou, die 10 seconden die hebben we altijd nodig. Gaan we terug naar de plank met de knee-ins. Sommige mensen kennen hem als mountain climber. Geen probleem. Handen weer onder je schouders. Voeten naar achter. Knie naar je elleboog. Knie naar je elleboog. Op deze manier. Heel goed. Heel mooi. Buikspieren aangespannen houden. Anders terug. Vanuit de knieën. Dus geen enkel probleem. Maar zorg ervoor dat die heupen recht blijven. 10 seconden nog. Mooi. Nog 5. Hop. Hop. Keurig. Nog eentje. En rust. Dan een explosieve. Of als je dacht, ik ben nog niet moe genoeg. Hier komt de volgende. Dit zijn de jerks. Komt hij aan, je gaat weer staan. Handen onder je schouders. Voeten naar achter. Je springt uit en weer terug. Uit en weer terug. Knieën, hetzelfde geval. Springt uit en weer terug. Hak hem gewoon lekker in tweeën. Hop. Dat is belangrijk. Zorg dat hij veilig blijft. Nou, je kunt hem het tempo ietsjes omhoog schroeven. Of je kunt zeggen, ik spring rustig uit en weer terug in. Vind je dat nou lastig? Stap je gewoon uit. Zijwaarts. Jij bent de maker van jouw niveau. Keurig. Laatste high plank is een reach. Dat betekent dat we de handen iets verder voor ons lichaam gaan zetten. En weer terugbrengen. Komt die aan. Hoppatee, we gaan staan. Je streek je armen iets voor je uit. En weer rustig terug. Iets voor je uit. En weer rustig terug. Nou, ook hier weer. Je kunt naar de knieën. Maak het iets makkelijker voor jezelf. Iets meer grondvlak. Heel goed. Reachen. Reachen. Wil je nou moeilijk? Zeg je vanaf de tenen. Wil iets verder. Hou de balans. En weer terug. Keurig. Nou. Als laatste. De side plank. Je kunt nog verschillende variaties uitvoeren. Basis. Knie op elkaar. Elleboog onder je schouder. Arm omhoog. Je komt rustig aan omhoog. En weer rustig naar beneden. Simpel, basis, helemaal prima. Je kunt zeggen, ik hou hem vast, is ook goed. Of je kunt zeggen, ik maak lichte pulses. Alles wat je aan één kant doet, kun je natuurlijk ook aan de andere kant. En blijf goed ademhalen. Oh, jongens, wat een mooie variaties hebben zo, hè. Zoveel plankvariaties uit te voeren. Kies straks natuurlijk wat je zelf fijn vindt om te doen. Blijf goed aanspannen. En keurig, alles precies hetzelfde, alleen aan de andere kant. Goed. Vanaf deze kant beginnen we op de knieën. Ga ik je ook hier weer wat variaties op uitleggen. Arm boven je, druk jezelf uit en weer terug. Stel nou dat je zegt, ik vind het te makkelijk. Breng je één been mee omhoog. Rustig een side leg en weer terug omhoog. Yes. Naar beneden, sorry. Omhoog. Maar we gaan de goede kant op. Voor de mensen met wat meer uitdaging, 2 benen op elkaar. Side plank, laat je heupen iets zakken en weer terug omhoog. Perfect. Verschillende variaties, kies je niveau. Dit was de laatste herhaling en de laatste variatie die ik voor jullie in petto heb. Super tof, we hebben een paar variaties met elkaar besproken. Je kunt deze toevoegen, je kunt er zelf een workout van maken. Je kunt ook een aantal rondes van deze variatie doen. Je bent er heel vrij in.
Dit waren de variaties voor nu. Ik wens jullie heel veel succes, heel veel plezier. Tot de volgende keer.